Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en UNICEF Suriname hebben samen het gerehabiliteerde watervoorzieningssysteem in Kwamalasamutu ingehuldigd, waardoor 1300 dorpbewoners en meer dan 150 kinderen toegang kregen tot schoon water. Dit initiatief benadrukt het belang van schoon water en sanitatie voor afgelegen gemeenschappen en is onderdeel van een breder programma om washvoorzieningen in Suriname te verbeteren, met speciale aandacht voor scholen en dorpsgemeenschappen. Na anderhalf jaar training hebben 24 cursisten assistent verpleeghulpen het certificaat van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling ontvangen. Minister McAndrew heeft hen aangemoedigd om zich in te zetten voor de zorg en zich verder te ontwikkelen. De inspectie van het ministerie van Volksgezondheid en andere functionarissen hebben ook hun waardering uitgesproken en benadrukken het belang van toewijding en professionele ontwikkeling binnen de zorgsector. Minister Stephen McAndrew van AWJ heeft het start zijn gegeven voor de Kapper A vaktraining binnen het landelijk project Roko Fumik Moni. Ongeveer 20 deelnemers nemen kosteloos deel aan deze training, verzorgd door de SAO, met als doel zelfredzaamheid te bevorderen. De minister moedigt de cursisten aan om de training volledig te benutten, met het vooruitzicht op werkgelegenheid als werknemer of als micro-ondernemer. De training omvat diverse aspecten van het kappersvak en wordt gevolgd door deelnemers uit de omgeving, nu weer gevonden weg.